Ha, sporters, welkom bij een nieuwe kennisclip van Topsport Gelderland. Ik mag jullie vandaag iets vertellen over vocht, oftewel de vochtbalans, en waarom dat voor jou als sporter zo belangrijk is en hoe vocht jouw prestatie kan ondersteunen. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Karin, ik ben performance chef en sportdiëtist bij Team Jumbo-Visma. Het t-shirt verraadt het al een beetje. En ik vind het heel leuk om iets te vertellen over vocht, want meestal heb ik het over voeding, maar vocht is absoluut heel erg belangrijk voor jouw prestaties. Nou, allereerst is het denk ik heel belangrijk om te weten dat je vocht in kunt delen in 3 groepen. De eerste groep is hypotone drank. En dat zijn drankjes die eigenlijk weinig suiker bevatten of geen. Denk aan bijvoorbeeld water of een infused water. En daar kun je lichaam heel goed mee hydrateren. De tweede groep is isotone drank. En dan moet je denken aan een sportdrank. Dan kun je denken aan een oplossing door middel van zo'n zakje. Of zelf een sportdrank maken door middel van wat siroop of wat zout toe te voegen. En met zo'n drank kun je lichaam heel goed hydrateren. Dus van vocht voorzien, maar ook van een klein beetje energie. En de derde groep dranken, dat zijn de hypertone dranken. En dat zijn dranken die zoveel suiker bevatten dat ze je eerder uitdrogen dan van vocht voorzien. Dus als het gaat om de vochtbalans, dan is dat misschien wel de groep die je beter kunt vermijden. Nou, waar zit dat vocht nou en waarom is het zo belangrijk? Nou, het vocht zit in je cellen en buiten je cellen. In je cellen is het echt een bouwstof, dus het zorgt ervoor dat die cellen heel stevig blijven. En buiten de cellen zit het in je bloed bijvoorbeeld. En daar is het echt een transportmiddel van voedingsstoffen, maar ook afvalstoffen. En een derde belangrijke functie van vocht is dat het je lichaamstemperatuur op peil houdt. En dat is natuurlijk niet onbelangrijk, want jij als sporter krijgt het warm, dan ga je zweten. Je temperatuur gaat omhoog en dat zweet dat zorgt ervoor dat je je lichaam afkoelt. Nou, hoeveel moet je dan drinken als sporter? En dat is best lastig om te meten en te weten, want dat verschilt heel erg. Je kunt je voorstellen dat de ene persoon gewoon veel meer zweet dan de ander. Dat heb je misschien ook wel eens gezien. Maar de algemene regel geldt dat het heel belangrijk is dat je gedurende de dag al voldoende drinkt. Dus zorg dat je het bidon bij je hebt, zet eventueel een timer, maak drank aantrekkelijk door bijvoorbeeld er een muntblaadje in te doen, ik noem maar iets. Maar zorg echt dat je tijdens de dag al genoeg hebt gedronken, dus dat je voordat je gaat sporten al goed gehydrateerd bent. Dan 1,5 uur tot 1 uur van tevoren drink je een groot glas water. Of een isotone drank, dat kan ook. Een kwartier van tevoren drink je nog een klein glaasje water. En de meeste sporters zijn dan bang dat ze naar de wc moeten, maar dat valt reuze mee. En dan na het sporten is het ook heel belangrijk om vocht goed aan te vullen. En hoeveel? Ja, dus de standaardregel is ongeveer 500 milliliter minimaal. Maar je kunt het ook heel erg goed meten door bijvoorbeeld voor en na inspanning op de weegschaal te gaan staan. En dat wat je verloren bent aan gewicht keer 1,5 te doen. Dus dat moet je dan bijdrinken en dat kan soms best veel zijn. Een andere goede methode om te controleren of je goed hebt gedronken is bijvoorbeeld het controleren van je urine. Dus heb je een donkere kleur urine, dan moet je misschien wat meer bijdrinken en is die heel licht, nou, dan heb je heel goed gedronken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die invloed hebben op hoeveel vocht je verliest. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan trainen in de zomer, in de hitte, in de winter of op hoogte of dat je bijvoorbeeld in het vliegtuig zit. Dus even als voorbeeld, volgende week hebben we een hittegolf in Nederland. Nou, het wordt veel warmer, dus je zult veel meer gaan zweten, meer zouten verliezen ook. Dus het is heel belangrijk om dan de isotone of de hypotone drank goed in de buurt te hebben, om extra te blijven drinken. Maar ook in de winter draag je misschien verschillende laagjes, dus je blijft wel zweten. Dus het is ook belangrijk om goed te blijven drinken. Een ander ding wat ook belangrijk is bijvoorbeeld hoogte. De lucht is daar veel ijler. Straks ga ik ook met de wielrenners over 2 weken, om precies te zijn, weer op hoogtestage. En dan moeten ze wel 2 tot 3 liter extra drinken per dag. Dus dat is best wel veel. En dat heeft echt te maken met dat je dus op hoogte zit en dat je lichaam anders reageert op hoeveel zuurstof zit er in de lucht en hoeveel vocht in je uitademing zit bijvoorbeeld. Maar ook als je bijvoorbeeld gaat reizen, moet je goed denken dat je je gevulde bidon meeneemt. Dan zit je in het vliegtuig, heb je te maken met een hele droge lucht. Dus dan moet je ook 150 tot 200 milliliter vocht meer drinken per uur. Nou, dat zijn allemaal factoren die dus echt invloed hebben op hoeveel vocht je verliest. Hoe zorgen wij nou bijvoorbeeld dat de renners van Team Jumbo-Visma genoeg drinken? Daar hebben we ook verschillende strategieën voor, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Bijvoorbeeld tijdens een koers hebben we echt heel strategisch gepland waar zijn de bidonpunten. Dus waar kunnen de verzorgers goed staan met hun auto en kunnen ze de renners die bidonnen aangeven. Dus die staan dan langs de kant van de weg met een muzet, daar zit ook eten in. Maar ook de bidons die staan ze dan aan te geven en dat is nog best wel tricky. Want als je die bidon niet goed aangeeft, dan vliegt hij door de lucht en voor je het weet belandt hij in een spaak van een collega wielrenner. En dat is natuurlijk wat je wil voorkomen, al die valpartijen. Maar die bidonstrategieën die zijn echt essentieel voor onze renners. Want we hameren er echt op dat ze goed blijven drinken. Omdat het echt zo belangrijk is voor al die punten die ik eerder benoemde. Dus lichaamstemperatuur, transport van voedingsstoffen en zouten. Daarmee ondersteunen we hun ook in het blijven drinken tijdens het sporten. Nou, ik hoop dat ik door middel van al deze tips en tricks en informatie jullie wat verder heb geholpen op het gebied van vocht. En hoeveel je nou ongeveer nodig hebt en hoe je dat kunt monitoren. Wil je meer weten? Kijk dan op www.topsportgelderland.nl/vochtcoach. Want je kunt je eigen vochtcoach worden. Ze hebben daar alle informatie nog een keer voor je gebundeld.
En ze hebben ook een hele mooie bidon ontwikkeld. Niet zo eentje als deze, maar een doorzichtige. En daarin staan bijvoorbeeld streepjes, zodat je je eigen sportgang kan maken. Dus ja, op die manier allemaal tips voor jou om jezelf goed te blijven hydrateren. En ik zou zeggen, ik wens jullie heel veel succes. Drink goed, sport goed en maak vocht naast voeding ook echt onderdeel van je training. Succes!